Wij hebben samen met FSC Nederland en GW Houtimport een tour door het hout georganiseerd. Omdat we klanten en ook andere relaties graag willen laten zien wat het verhaal achter het hout. Omdat in de praktijk vaak alleen maar over de prijs en de levertijd gaat. We hebben natuurlijk een heel bijzonder verhaal als FSC. Het is eigenlijk nog interessanter voor mensen als je het letterlijk tussen het hout vertelt. Het is inderdaad heel belangrijk om bos te beschermen, want het klimaat op aarde verandert razendsnel. En we kunnen dat tij nog keren, we kunnen klimaatverandering nog vertragen. Deels door de energietransitie, windmolens en zonnepanelen. Wat ik veel te weinig hoor, is dat we ook moeten investeren in bos. Bos beschermen, massaal bomen aanplanten en, daar komt ie, ook hout durven te gebruiken. Bijvoorbeeld in de bouw. Maar dan moet het wel gecertificeerd hout zijn. FSC gecertificeerd hout. De FSC Impact Tool is een calculator die online staat waarmee je de positieve impact van FSC-hout kunt berekenen. De positieve impact is het verschil tussen gecertificeerd hout en niet gecertificeerd hout. En dat drukt de tool uit in geld. De boodschap die ik vandaag heb willen overbrengen is dat hout het meest circulair en biobased product is voor de GBW. Voor mij was de grootste eye-opener vandaag om te zien dat FSC-hout gecertificeerd is en dat je daarmee dus echt een heel groot deel bos in het andere deel van de wereld ook beschermt. Tour door het hout is voor mij een hele leuke mogelijkheid om met elkaar, met alle mensen uit de houtbranche, samen te kijken naar wat de mogelijkheden zijn binnen het hout. De Tour door het hout zit er weer op vandaag. We hadden geluk met het weer, we hadden ook een hele mooie gevarieerde groep deelnemers en leuke discussies. Dus hartstikke tevreden.